Nou, morgen bestaat de speeltuin 75 jaar. Of nou, hij bestaat dit jaar 75 jaar. Ik weet niet precies wat precies de datum is. Maar het is morgen ook Burendag. En dat leek ons een hele mooie aanleiding om dat te combineren met het jubileumfeest. Wat kunnen de bezoekers morgen verwachten op het jubileumfeest? Nou ja, helaas is het weer niet helemaal zo speeltuinachtig. Maar we hebben natuurlijk leuke tractaties. Als je jarig bent, dan moet je tracteren. Dus we hebben ijsjes, en we hebben suikerspinnen, limonade, allemaal lekkere dingen. Er zijn spelletjes, ook voor de volwassenen. We hebben op de zolder nog spelletjes uit, ik weet niet hoe oud, gevonden. Dus die gaan we weer een keer neerzetten. En nou, we maken er gewoon even goed een leuke burendag van. En de speeltuin, wanneer is je origineel bedacht? En wat was de motivatie om deze speeltuin op te starten? Nou, dat was vlak na de oorlog, de Tweede Wereldoorlog. Toen waren er overal in de omgeving werden eigenlijk verenigingen opgericht. En de buurtbewoners hier die bedachten eigenlijk, ja, dat is eigenlijk niet echt een leuke plek voor de kinderen om te spelen. Dus laten we een speeltuin beginnen te bouwen. Nou, een van de bestuursleden of van de initiatiefnemers die zat in de gemeenteraad en die kon een stukje grond regelen. Hier. In de club zat ook Holleman, de fietsenmaker uit de buurt. En die had nog wat oude materialen van de oude tramlijn van Leiden naar Haarlem. En daarmee heeft hij een glijbaan gebouwd en andere speeltoestellen. En nou ja, zo is het eigenlijk begonnen. En de speeltuin bestaat dit jaar 75 jaar. Wat is er in die 75 jaar allemaal veranderd? Ik heb de speeltuin helpen renoveren in ieder geval. Dus grootschalige verbouwing hebben we in 2008 gedaan. En toen met een geweldig team van 10 man elk weekend in de hele winter doorgewerkt om hier de boel te renoveren. Er staan ook nog toestellen, zoals dat eendjesdraaimolentje. Die staat er eigenlijk al vanaf het begin, voor zover we weten. En zorgt dat er ook voor dat deze speeltuin al 75 jaar zo populair is? Ja, de kinderen die komen zeker terug. Er zijn die mensen die hebben elkaar hier ontmoet, jaren geleden. Zijn getrouwd, hebben hier een huwelijksfeest gevierd. En komen nog steeds, nu met hun kleinkinderen. En hoe ziet de toekomst eruit van de speeltuin? Ja, ik hoop dat het nog lang door mag gaan, ook als ik er niet meer bij ben. In ieder geval hopen we nog de 100 jaar te halen.